Het klimaat verandert. Maar wat houdt deze verandering eigenlijk in? Niet wereldwijd, maar voor het gebied waarin we leven. De regio Amsterdam. Het KNMI verzamelt voor ons meetgegevens. Daarmee hebben ze inzicht in de veranderingen in het klimaat. Om een idee te krijgen van de toekomst, heeft het KNMI de KNMI klimaatscenario's, die in 2014 voor heel Nederland zijn opgesteld, vertaald naar onze regio. Want wat betekent eigenlijk een wereldwijde opwarming voor onze omgeving, bezittingen en activiteiten? Sinds 1950 is de gemiddelde jaartemperatuur toegenomen met 1,6 graden Celsius. De winters zijn zachter geworden, doordat de wind vaker uit het westen komt. En de zomers warmer, door een toename van de zonneschijn. In steden en dorpen is het gemiddeld warmer dan op het platteland. Dit wordt het stedelijk warmte-eiland genoemd. Ook neemt het aantal zomerse dagen toe. Dagen met temperaturen boven 25 graden Celsius. Dat is goed nieuws voor zwemmers en zonaanbidders. Maar wat doet de hitte met de kwaliteit van het water? Het wordt niet alleen warmer, maar ook natter. Sinds 1901 nam de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in de regio Amsterdam toe met 25% tot 925 mm. En in de komende 50 jaar neemt dat toe tot 975 mm. Sowieso valt juist in de buurt van grote steden de meeste neerslag. Dat komt mogelijk door de warmere lucht in combinatie met meer stofdeeltjes waar waterdruppels zich op afzetten. Het aantal dagen met veel neerslag neemt toe en de buien worden heftiger. We krijgen dus vaker te maken met extreme neerslag. En dat heeft grote gevolgen. Op 28 juli 2014 veroorzaakte een wolkbreuk in Amsterdam voor miljoenen euro schade. Lokaal viel 64 mm regen in een half uur tijd. Het KNMI heeft deze bui vertaald naar een toekomst waarin het 2 graden warmer is. Dan zou er op één dag nog eens 27% meer neerslag vallen. Komen wijken in de toekomst blank te staan door hevige regenval? Is onze huidige infrastructuur met riolen en afwatering wel in staat om zulke extreme neerslag te verwerken? Het wordt niet alleen natter, maar mogelijk ook droger. In april, mei en juni is er nu al een neerslagtekort. Dat tekort kan, volgens het meest negatieve scenario, met 30% toenemen in 2050. Wat als door een lange periode van droogte de houten funderingen van historische gebouwen, bruggen en kademuren droogvallen? Of als er scheuren in wegen ontstaan door uitdroging? De zeespiegel stijgt en het grootste deel van onze regio ligt al onder zeeniveau. Een hogere zeespiegel betekent hogere waterstanden in zee. Krijgen we dan vaker hoog water? En wat betekent dat voor de kademuren? Het klimaat verandert nu al. Die verandering zet zich voort. We staan niet alleen voor een technische, maar ook voor een sociale uitdaging. Het is de hoogste tijd om maatregelen te nemen en nieuwe oplossingen te bedenken. Met onze creativiteit, technologische kennis, ondernemingslust en saamhorigheid, in combinatie met de inzet van wetenschappers, bouwers en beleidsmakers, gaat ons dat lukken.